Deze nieuwsuitzending die gaat over het christendom en de kerk. Het verschil daartussen. Mijn inspiratie ontleen ik aan dit artikel. Dat staat op Illegal Alien Crime Report. Ik neem aan dat het een Amerikaanse website is. En daar heeft een Afrikaanse migrant miljoenen gestolen van de kerk van The Bronx, The Bronx Church. En ook nog van Villanova, de universiteit, ja, Universiteit Villanova, Villanova University. Hier is veel over te zeggen. Christus Jezus, want daar gaat het om, hè? Die kerk waar je het hier over hebt, het is, ik kan hem even erbij pakken, het is een christelijke kerk, kijk maar. First Ghana, even meeklikken. First Ghana Church. Als een christen, dat noemt zich christelijk, hè? The Seventh Day Adventist Church. Dit noemt zichzelf christen. Die hebben zich ingelaten met geld. En ik ga zo dadelijk vertellen hoe hij dit gedaan heeft. Het is best slim eigenlijk van hem. In de Bijbel staat dat het je bezighouden met geld, dat betekent dat je het lief hebt. Hè? Je houdt van geld, want een boer met schapen of koeien, hè, houdt zich de hele tijd bezig met die koeien en die schapen, want hij heeft die dieren lief. Een boer dan, hè? Niet een of andere scheldwoord die zich uitgeeft voor boeren. Zo heb je ook christenen, hè, die zijn christenen tussen aanhalingstekens. Ze zeggen dat ze christen zijn. Er zijn ook van die boeren hier. Die zeggen, ik ben boer. En dan kijk je hoe die met zijn dieren omgaat. Dan denk je, oh, jij bent helemaal geen boer. Je bent een pooier. En zo heb je dat ook met christenen. Nou, dat is heel vervelend. Voor iemand als ik, want ik ben er erg... Ik ben er niet blij mee, ik ben er niet trots op. Ik ben er gelukkig mee, zo moet ik het zeggen. Ik ben er gelukkig mee dat ik christen ben, vanaf mijn 12e. Tot aan mijn 12e had ik allemaal van die frons in mijn voorhoofd, daar maakte ik me overal zorgen over. En dan vond ik ook echt dat ik andere klasgenoten voor de bek moest rammen. Daar was ik heel erg druk mee. En vanaf mijn 12e dacht ik, nou... Waar zou ik me druk over maken? Het staat hier toch gewoon. Zelfs al je haren zijn geteld. Weet je nog? En dan zeggen mensen dat ik kaal ben. Ja, je moest eens weten hoeveel haren ik heb. Jij weet dat niet. Iets of niets weet dat wel. Die weet precies hoeveel haren ik heb. Ik heb er nog een paar, hoor. Echt maar. Wat zal je je zorgen maken over wat je morgen gaat eten? Wat is het nut? Dat is het christendom. Het christendom is totale anarchie. Het christendom is egalitarisme. Het christendom is dat wat Martin Heidegger op oogde. Het is waar hij naar keek. Vanuit zijn logische standpunt. En hij is niet de enige.
in het groepje van die filosofen die jullie helemaal niet lezen. En dat kan ik me goed voorstellen. Sein und Zeit van Martin Heidegger. Ja, ik heb het nog niet gelezen hoor. Ik ben blijven steken in zijn inleiding in de metafysica. En dan moet je weten dat ik ben geen dombo. Maar gelijk heeft hij wel. Ik heb het aan mijn Leuvense vriend uitgelegd. Ik zie het bereiken van de top. Denk jezelf een driehoek voor, een rechthoekige driehoek. Je leeft in 2D-land, want ik schets nu een beeld. Dus dat is altijd 2D. De werkelijkheid is 3D. Denk je even 2D. Zie een rechthoekige driehoek. En je wil naar de bovenkant van die driehoek. Dan kan je gewoon in één keer omhoog springen. En dan sta je er bovenop. Als je dat te moeilijk vindt. Dan moet je aan de andere kant beginnen. En dan kan je langzaam omhoog lopen. En bereik je ook de top. Dat is de weg van Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger. En wie ik vergeet, ja, Gerard Heijmans, Lutze Brouwer. De Nederlanders hebben mooi meegefilosofeerd hoor. Dat weten heel veel Nederlanders niet. En vooral die Maxima, die weet er helemaal niks van. Maar dat is de moeilijke weg. Het woord van Christus Jezus is super simpel. Dat is gewoon één keer jumpen en je staat er bovenop. En dan doe je aan gekkigheid niet meer mee. En dat scheelt een hoop ellende in je leven, jongen. Arthur Schopenhauer heeft het heel mooi gezegd. Van geluk, dat is een negatief begrip. Ongeluk, dat is positief. Want dat weet je tenminste. Je kan niet zeggen op een dag tegen je vrienden. Oh, ik heb zo'n geluk gehad. Ik ben gelukkig. Lalalala. Ja, als je morgen wakker wordt en je vrouw is er vandoor. Dan is al dat geluk weg. Of iets anders. Hè. Je auto is gestolen. Je baas is vervangen door die eikel die je altijd zat te treiteren op het werk. Dat is ook van die leuke verhalen. Hè? Dan ben je met z'n allen lekker aan het werk. En dan de grootste eikel, die wordt de baas. Ik ken dat. En dan ben je gelukkig hoor. Ja, ongeluk daarentegen, dat is heel duidelijk. En ongeluk moet je vermijden. Nou, en hoe doe je dat? Hoe vermijd je nou ongeluk? Ja, Arthur Schopenhauer wist zeker dat het enige doel in het leven was. Om gelukkig te worden, dan moet je ongeluk vermijden. Hoe vermijd je ongeluk? Hoe blijf je weg uit de hitte van de keuken? Nou, Christus Jezus is daar heel duidelijk over. Hij heeft laten opschrijven, maar even voor alle duidelijkheid, Christus Jezus was geen schrijver. Hij heeft niks geschreven. Niet de enige overeenkomst tussen hem en Siddhartha Gautama de Boeddha. En niet de enige overeenkomst tussen die twee en nog wat meer mensen. Want dit is al lang bekend. Christus Jezus heeft laten opschrijven: de liefde voor geld is de bron van al het kwaad. En dat kan je dan nu met die financiële crisis, iedereen zegt ja, volgens mij is het waar. Christus Jezus bedoelde waarschijnlijk nog een stapje verder. Zijn woord heeft een oppervlakkige betekenis. Een exoterische betekenis. Dat kunnen wij nu zien. De liefde voor geld is de bron van al het kwaad. Want je krijgt er alleen maar ellende van. Oorlogen in Irak. Oorlogen in Afghanistan. Gaan ze nou weer Syrië. Meppen ze vol met geld.
allemaal Toyota's kopen om die zielige Arabieren van front A naar front B te brengen. Als we die mensen daar in het Midden-Oosten iets willen helpen, moeten we ze gewoon goed gaan vertellen hoe wij dat vroeger deden. Dat we van die geulen gaven, allemaal zelf hebben je nagaan. Wij zijn echt vol idioten, hè. Gewoon gingen we geulen graven en allemaal prikkeldraad en een gifgas eroverheen. En ja, een leuke tijd was dat, zeg. Door de gemiddelde die jongens van ons, ja, dat is dan wel weer het verschil, denk ik, hè. Maar die jongens van ons in de Eerste Wereldoorlog, die stonden echt huilend te wachten op de vrachtwagen die ze naar het front zouden brengen. En die vrouw die dan die jongens een aantal dagen had verzorgd, ja, die stond daar in haar schort op de stoep te kijken naar die huilende soldaten. Die ook wel wisten dat ze aan het einde van de dag waarschijnlijk niet terug zouden komen. Ze werden met die vrachtwagen naar de dood gebracht. En dan denk je dat het een veel te grote stap is om van geldzucht moet je zeggen, naar die moordzucht te komen. Maar dat is niet zo. En daar had Christus Jezus het over. De liefde voor het geld is de bron van het kwaad. Van al het kwaad. Boeddha heeft gezegd, hechting. Hechting is dat je denkt in zijnde. Daar zit de connectie naar zonde. Hechting is dat je denkt, dingen moeten zo zijn. Ik vind dit niet goed. Je bent in een restaurant, je bestelt tomatensoep en je krijgt iets en dat lijkt gewoon op kippensoep met taugé erin. Nou, wat ga je dan doen? Eikelen tegen de ober? Een leuke mop. Dat zal jullie helpen. Dus het wordt een leuke uitzending, hoor. Dan worden jullie zo dadelijk helemaal vrij. Dan worden jullie zo dadelijk ook anarchist. En ook egalitarist. Dan ben je mijn broer, dan ben je mijn zus. Dan zijn we familie. En dan zeiken we niet meer tegen elkaar. Behalve als we dronken zijn met Kerstmis. Dan valt er wel eens een woordje, maar dan moet het naar elkaar. Daar is het feest voor. Mag er ook gevochten worden? Waarom niet? Die blauwe plekken die zijn met Nieuwjaarsdag alweer weggetrokken. Dan kan je 2 januari weer fris aan het werk. Bij je lullige baantje. Maar het is wel leuk. Laten we overwerken, even heel kort. Het is leuk, je hebt collega's. En die leer je dan kennen. En dan ga je ook een keer mee op zo'n kanotocht. Ik hou niet van kanoën. Ik zou daar meegaan en ik zeg, nou, ga jij lekker kanoën. En ik kijk wel toe met mijn Leica. En een 0,5 liter vodka. En de liefde voor geld, dat is het materialisme. Die vrijmetselaars, om het maar nog ingewikkelder te maken, want die hebben dus ook gelijk. De vrijmetselaars die zeggen duidelijk dat materie is ultimately bad. En de geest is ultiem goed. Zoiets. Dat materialisme, dus het hechten, dat je een beeld vormen van zo moet het zijn. Dan ben je eigenlijk een soort Rembrandt. Die heeft dus een palet met allemaal kleuren en een kwast en een wit doek. En die gaat dus een beetje lopen mopperen. Van, waar is mijn nachtwacht? Ik wil mijn nachtwacht zien. Waar is die dan? Dat is hechting. En je moet het zelf doen. Rembrandt moest gewoon al die kleurtjes pakken en dan had hij een nachtwacht. Een zelfportret gemaakt. Maar dat ben jij. Je moet je dus niet hechten. Je moet niet. Stel dat Rembrandt had helemaal geen Pruisisch blauw. Dat kan toch?
Pruisisch blauw, dat maak je trouwens met waterstofcyanide en kalk. Daar moet je goed mee oppassen. Dus Pruisisch blauw is geproduceerd in die kampementen, zoals Bergen-Belsen, Mauthausen, Auschwitz natuurlijk, hoe kan je die vergeten? Hadden ze van die ontluizings... Ja, ontluizingen zijn endleuzing, hoor. Ontluizingsdingen. Al die mensen die binnenkwamen, moesten hun kleren uitdoen, afgeven. Kregen ze wel een streepjespakje voor terug. Maar al die kleren, die moesten in zo'n hele grote kamer. En dan waterstof zie je niet erin. Daarvoor gebruikten ze Cyclone B. Dat is heel handig. Cyclone B. Dat is een granulaat. Dus dat kan je veilig vervoeren. En het wordt pas giftig boven de 30 graden ongeveer. 27, 30 graden moet je het hebben. En dan komt het waterstofcyanide eruit. Nou ja, 27 à 30 graden, meestal bereik je die temperaturen niet. Als je gewoon in Duitsland leeft, of in Nederland. Op zich is het natuurlijk rete gevaarlijk, want op een warme zomerse dag hier in Nederland is het wel eens 30 graden. Ja, dan moet je de Cyclone B, als je die dan hebt, dat granulaat, in de kelder doen. Want anders komt dat waterstofcyanide eruit. Nou, daar hebben ze een heel handig smeltapparaat voor gemaakt. Dan doe je gewoon die Cyclone B, een soort hagelslag met dan korreltjes. Dat lijkt het op wat ze met hem, als de geboorte is van een kind. Die balletjes. En dan klepje dicht en dan gasbrandertje aan en dan komt het Cyclone B eruit. De waterstofcyanide. En dan werden al die kleren werden gereinigd, want alles gaat ervan kapot. Hè? Dus cyanide is... Of je nou kaliumcyanide hebt, dat heet cyankali. Of waterstofcyanide, dat heet dan cyanidegas. Dat is killing as hell. Een variant van cyanide zit trouwens in, of zat, want dat wordt niet meer verkocht, AZT. Medicijn tegen AIDS. Ja, dat ik het even weet. Maar goed, met die cyanide kan je dat Pruisisch blauw mee krijgen. Maar ja, als jij als schilder geen Pruisisch blauw hebt, ja, afschilderen de schilderij. Dat denk je wel niet. Dat je hier gratis leeft. Nee, natuurlijk niet. Klojo. Jij moet ervoor zorgen dat als jij straks de pijp uitgaat, dat je denkt, poepoe. Nou, het was een hele rit hoor. En niet dat je boven gaat zeggen van, nou, ik heb de hele tijd op mijn reet gelegen. Ik heb niks gedaan. Ja, behalve natuurlijk gefornikeerd. Ik heb mijn ouders veracht. Ik heb gelogen. Ik was stikbegerig op alles wat mijn buurman had. Zelfs die geit, die gunde ik hem niet. Als je zo naar boven wil, Eikelino. Ja. In het profane, in het wereldse denken, geldt zo'n spreuk en die heet pluk de dag, carpe diem. En die tweede is gedenk te sterven. Momento morti of zo. Ja, momento morti. Wees je bewust van je dood. En wie is dat niet? Nou, dat zijn de kleine kinderen. Dat hoort ook zo. Kinderen horen zich niet bewust te zijn van de dood. Dat komt later wel. Als ze 33 worden. En dan nog in leven zijn. Veel mensen die blijven in die kinderlijkheid zitten van ik ga nooit dood. Ja, en dan, laten we het even uitleggen, even simpel houden. Maar je leven gaat ongeveer in stappen van 7. De eerste 7 jaar, dan ben je gewoon Teletubby en Lalaland. Dan beginnen je tanden te wisselen. Dat doen wij maar 1 keer. God is echt een hele slimmerik. 1 keertje tanden wisselen, mensen. Kijk, de haaien bijvoorbeeld. Ja, de haaien hoeven nooit naar de tandarts.
Want die tanden vallen er gewoon uit. Die tanden komen gewoon van achteren naar voren. Dat heeft de Heere ons niet gegeven. Laten we eerlijk zijn. En dan met je zevende, want alles druut, krijg je nieuw. En dan moet je het daarmee doen. Ja, dan word je zo'n beetje van, oh, ik ben helemaal de bink. En dan ga je ook voetballen. En dan kan je alles. En dan word je 14. Dat is de tweede zeven. En dan heb je iets van, oeh. Het is toch wel een beetje ingewikkeld allemaal. En dan krijg je je 21ste. Nou, dan heb je zoiets van, ah, je hebt het allemaal goed gedaan. En als het goed met je gaat. En ik ram lekker door. En dan krijg je je 28ste. En dan begint de schoonheid voor jou te vervallen. Dus als je met je 28ste in de spiegel kijkt, dan zie je niet meer die blonde chick van 21, 18, 16. Dan begint de schoonheid te vervallen. Andere mensen die zien dat ook, dat merk je ook. Dus als je kleintje bent en je kwam een zaal binnen, iedereen keek naar jou. Toch? Van, oh, daar is kleine Robbie. Ja, en dat blijft dan zo. Dat kleine Robbie wordt grote Robbie. En dan wordt Robbie wordt Robert. En die is 28. En die kijkt in de spiegel. En die denkt, ja, ik zie er net zo uit als alle andere mensen. Niemand kijkt meer naar jou. En dat wordt, ja, als je dan heel oud bent en je hebt een rollator. Ja, dan kijken ze ook naar je. Maar dat is alleen maar uit bezorgdheid, omdat ze zien dat er een wiel vanaf is gerold. En dan komen ze je helpen. Ik heb dat ook laatst gehad. Een oudere man en het wiel knalde eraf. En, ja, ik moest dan ook, ik zei, hé, oudere man, de wiel pakken, de wiel erop. En hij zei nog, dankjewel. Ja, en ik was blij dat ik hem mocht helpen. Dat hij mij vertrouwde. Dat hij wel wist dat ik zijn wiel niet zou jatten. Dat is een aanwezigheid. Ik zeg niet dat ik goed ben, want dat mag helemaal niet. Hè? En jij mag dat ook doen. Hè? Als jij de volgende keer zo'n oudere man in een invalide wagentje en dan poinken, dan schiet jij toch de hulp. Dan ga je niet eerst met een formulier komen van, wilt u even een contract tekenen, want ik ga u zo dadelijk helpen. En als ik daar schade aan leid, dan bent u wel verantwoordelijk voor de door mij geleden schade. Dat doe je niet. Het is een invalide man, wiel eraf en jij, en dan komt je trouwring. Weet ik veel, er zat een diamant op of zo. Terwijl je aan het helpen was om dat wiel weer op dat invalide wagentje te krijgen. Ja, dat is jouw schade. Had je die man maar niet moeten helpen. En trouwens, wat doe je met een trouwring? Dat is ook zoiets. De liefde voor geld is de bron van al het kwaad. Waarom zou je een ring dragen als je getrouwd bent? Blijkt dat niet gewoon uit je gedrag? Je hebt het toch netjes aangekondigd, mag ik aannemen? Je bent een tijdje weer verliefd en dan ben je verloofd en dan ben je getrouwd. Ja, dan geef je dat toch door en dan ben je gewoon getrouwd. Dan heb je geen ring van nodig. De liefde voor geld is echt een ernstig probleem. Het is wat Boeddha dus noemde, de hechting. Nou, uit hechting, daaruit volgt volgens Boeddha hebzucht. En volgens Boeddha is de volgende stap moordzucht, doden. Het is misschien wat simpel verwoord, maar drie stappen. Dus hechting, hebzucht, moordzucht. Niet zo'n lang verhaal voor het slapen gaan. Lees dan de Bijbel. Daar staat dat ook in. Maar dan met alle details erbij. Kan je lekker lang doorlezen. Christendom is per definitie alleen voor nieuwsgierige mensen. Ben je oppervlakkig en denk je overal een centje van te kunnen maken, ja, dan ben je gewoon per definitie geen christen. Punt. Nou, dan gaan we even kijken wat hij dan gedaan heeft, deze man. Dus overduidelijk een negroïde man. En daar staan ze dan bij stil. Ja, ik denk dat er ook wel blanke mannen zijn, hoor, die de kerk tillen voor miljoenen. Hij is dan de bok deze keer.
Wat heeft hij gedaan? Hij heeft 3,5 miljoen dollar gestolen van een kerk. En hoe heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan door de leden van die kerk, convinced members, om to fork over investment cash. Hij heeft die mensen gezegd dat hij in staat was om een lening te regelen. En dat heeft hij gedaan. Even kijken hoor. Hij heeft dus allemaal van die lening. Heeft hij zichzelf lekker betaald? Dus, die kerk die wilde een nieuw gebouw. Hij wist mensen met geld. Hij heeft een lening geregeld. En toen kreeg hij de lening binnen. Hij heeft ook nog een 2,7 miljoen. Van de Villanova Universiteit ontvangen. Ja, hier staat het, ja. Niyama, 59. Een jaar ouder dan ik. Heeft die mensen overtuigd dat hij een lening kon krijgen van 30 miljoen. Om hun te helpen om een gebouw te maken op hun land. Maar ze moesten wel genoeg geld ophoesten als onderpand. Collateral. Domme. Het christendom is voor mensen die de Bijbel kunnen begrijpen. Dat kunnen ze zelf. En natuurlijk mag je een ecclesias, een gemeente stichten. En dan kom je eens in de week of eens in de twee weken of dan moet je maar zien. Dan kom je bij elkaar en dan ga je Bijbel lezen. Dat kan. Tegenwoordig gaat het heel makkelijk, want dan kan je dat via internet doen. Maar ja, het is ook heel leuk om bij elkaar te komen. Tuurlijk. En je geloof te delen. En wat kost dat nou? En zo'n grote kerk die dan 30 miljoen moet kosten. Ja, dan zit je daar met 2000 man te luisteren naar iemand met een microfoon. Is dat leuk? Ja, ik hou er niet van hoor. Ik doe de laatste tijd weer regelmatig Bijbel lezen met andere mannen. Dat gaat gewoon via internet, dus 1-op-1. Dat vind ik genoeg. Daar leer ik weer wat van. Ook ik, ieder mens. Boeddha heeft dat ook gezegd. Hechting, dat ligt op de loer. Voordat je het weet, ben je weer gehecht. Ik kan wel zeggen, ik ben onthecht. Ja. Maar er komt iets materieels op je pad en je denkt, hé, dat is leuk. En dan ga je weer. En het woord van de christenen. Het is heel duidelijk daarin. Want niet doen. Want hechting, dat is, wat ik net zei, dat is denken dat er dingen moeten zijn omdat ze zo moeten zijn. Het is een kringredenering. Als voorbeeld, ik ken een klein kind en die is 4.
En hij is kritisch naar zijn moeder. Dat komt omdat hij vindt, omdat hij gehecht is, dat zijn moeder anders moet doen. Zijn moeder correspondeert niet met het beeld wat hij heeft van zijn moeder. En dat levert irritatie op. En dan gaat hij huilen. Dat is het gevolg van hechting. Een kind van 4 is van nature gehecht. Hij heeft, de persoon in kwestie, nog nooit klassikaal onderwijs gehad. Hij heeft geen vriendjes. Het enige wat hij heeft is zijn moeder. Letterlijk. Jeugdzorg kijkt toe en eet een banaan. Jeugdzorg, dat soort mensen, van de apen, daar komen ze vandaan. Als je ouder bent, hoor je van die hechting naar je ouders af te komen. Christus Jezus heeft dat mooi gezegd, een beetje, ja, hij is fel in zijn talen. Van, de zoon moet opstaan tegen zijn vader en de dochter moet opstaan tegen haar moeder, of woorden van gelijke strekking. Dat is hechting. Dat is jouw idee van hoe het moet zijn. Zijnde. Dat wat er daadwerkelijk is, daar heb je, als je daar een beeld van vormt, dat jij denkt, zo moet het zijn, dan zie je het zijnde. Dan zie je hoe het is, dat is jouw werkelijkheid. Misschien moet je zeggen, jouw subjectieve werkelijkheid. Dan kan je zeggen, ja, maar iedereen weet toch dat een moeder, die moet gewoon 's morgens ontbijt maken. Die kan niet zomaar dagen wegblijven. Oh nee? Waarom niet? Denk daar eens even over na. Zoals zijn moeder, ik denk dat ik de laatste in de omgeving ben die nog om haar geeft. En alle andere mensen die denken, ja, maar dat kan niet, ze gebruikt drugs. Oh. Het kind is geboren. En het kind is geen krokodil. Het kind is een mens. Dus het zal wel een bedoeling hebben. Dat dicteerde Boeddha en dat dicteert Christus. En Boeddha wordt niet meer vereerd. Babylon, de antichrist, die heeft het boeddhisme overgenomen. Gekke kloosters gemaakt. Idiote regels opgesteld. Dat slaat allemaal nergens op. Het oorspronkelijk boeddhisme, dat is prima. Kan niemand een speld tegen inbrengen. Een jota. Het is wat kort.
En Christus Jezus gaat lekker door. En hier zie je, als je kijkt naar het scherm nou. Wat heb je in al dat geld? En toch lijkt het me prima hoor, om mensen uit te nodigen om een kerk te beginnen. Nodig je vrienden uit en ga gewoon Spreuken 15 vers 1. En dat iedereen die dan komt er iets over zegt. Iedereen heeft ook zijn Bijbel bij zich. En dat doe je dan gewoon in je woonkamer. Heb je een kringgesprek over de Bijbel. Dat is leuker dan via internet. Als Jurk bij mij om de hoek had gewoond, ja, dan ging ik bij hem langs. Dan ging ik aanbellen en dan had ik mijn schoenen gepoetst of niet. En dan ging ik bij hem binnen. Dan ging ik dan met hem de Bijbel lezen. Met een microfoon erbij voor een mooie zendoen, zou hij zeggen. Nou, met hem kan ik dat niet, want hij zit 230 kilometer verderop. Dus je hebt veel mogelijkheden. Maar er zijn ook mensen in jouw omgeving. Via Facebook, social media. Wie heeft er zin om een avond lang het te hebben over Spreuken 15 vers 1? En misschien 2 erbij of 3. Kijk hoe ver je komt. En betrek dat op je dagelijkse leven. Vertel anekdotes. Het was afgelopen dagen volle maan. En iemand, we stonden buiten. En iemand die deed een wolf na. Au! Naar de maan. Nou, zo mag je dus ook een Bijbelstudie zien. De ene vertelt dit en de andere vertelt dat. En dan ben je samen. De Bijbel is een verenigend boek. Er staan hele ingewikkelde verhalen in. Het gaat echt heel diep. Het is een boek, dat krijg je nooit uit. Niemand kan mij vertellen dat u de Bijbel van haven tot gort kent. Dat kan niet. Maar het begin is prachtig. Het is verenigend. Je wordt vergevend. Je hoeft niet te vergeten, maar je vergeeft. Je wordt vrij van alle dingen. Christus heeft gezegd, mijn juk is licht. En verzamel je geen schatten op deze aarde. Dat heeft allemaal geen zin. Jij denkt dat jij wat kan, maar dat is belachelijk. Oké, die mop van hier. Die olifant en die muis. En die moesten allebei naar de andere kant van de rivier. En die muis die vroeg nog aan die olifant van, vind je het goed dat ik even meeloop? Nou, die olifant zei van, ja, dat is joh. Dus die olifant en die muis die gingen over die houten brug. Daar waren ze halverwege en die brug, jongen, doing. Shaky. Ja, daar kon de olifant overheen, hè. En die muis die wordt echt helemaal enthousiast en die zegt tegen die olifant, jeetje man, wat stampen we, vind je niet? Ja, zo ben jij tot de Heere Heer. De Heere Heer doet zijn werk. En wat hij nou weer aan het verzinnen is, hij heeft het netjes van tevoren op laten schrijven door Johannes. Hij heeft gezegd, jongens, pas op, ik kom terug. En voordat ik terugkom, ratatatatata, the mark of the beast. Het kenteken wat je in je hand draagt of op je voorhoofd staat. Je mag katholiek worden of atheïst. Dat zijn de twee smaken. Hij heeft het netjes opgeschreven. En we zitten er nu. Je ziet het minimaal aankomen.
Of het al gaande is, weet ik niet. Maar het komt eraan. De totale verdwaasdheid, overgave aan sodomie. Sodomie is een leven gewijd aan seks. Seks is alles wat je, waar je leven om draait. En seks kan ook zijn, ik wil een appartement op de Keizersgracht. Ik wil een roeiboot op de Amstel. Ik heb zo'n verhaal. Haar zus was overleden. En die had ook nog 3 dochters. Een groot drama. En haar man, die had een camper geregeld. En zij wilde dan wel een espresso-apparaat in die camper. Een espresso-apparaat, dat gaat richting de 1000 watt. Ik denk dat die man het wel geregeld heeft. Of zij heeft op internet iets slims gevonden. En ik begrijp dat wel. Want dat haar oudere zus is overleden, dat maakt je heel verdrietig. Ik kan me niet anders voorstellen. Dat heet rouw. En je wil er wat voor terug. Ja, laat ik het daar maar bij laten. En terug naar Christus, die vertelde dat er een andere manier van leven is. Hij noemde dat het binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Het accepteren dat elke haar op jouw lichaam geteld is. En iets of iemand, niets of niemand weet daarvan. Als jij die houding aanneemt, dan ga je klappen krijgen. Je verandert namelijk als een, je was in een grote gemeenschap en iedereen op maandag naar zijn werk en op vrijdagavond naar de kroeg. Zaterdagochtend voetbalveld. Leuke Formule 1 races op zondag. En je dacht dat je één was met al die andere mensen. Als jij christen wordt, als je Jezus in je hart laat, of je hart in Jezus laat, of het komt in ieder geval vanuit je hart. Hè? En je denken. Christenen zijn geen dombo's. Een dombo. Als je dat doet, dan verander je in een lam. En die mensen om je heen, die geen christen zijn geworden, want jij was het namelijk geworden, die veranderen dan in wolven. Je ziet in één keer wat die andere mensen doen. Dat wat jij nooit meer zou doen. Want jij bent een christen geworden. Je ziet andere mensen over de schreef gaan. Over schreven gaan. Waarvan jij zegt, ja, maar dat is dom. En dan komt dus de Matteüs 7. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden. De bergrede is ook zo'n mooie. Was het ook weer? Hij die heeft zal gegeven worden. Hij die niet heeft zal ontnomen worden dat wat hij heeft. Verzamel u geen schatten op deze aarde, waar motten en roest en dieven of zoiets
kan het zo nazoeken op Google. Verzamel u geen schatten op deze aarde. Het heeft geen enkele zin. Mensen zijn echt verschrikkelijk slecht. Dat is denk ik ook het probleem met christen worden. Dat wat je dan onder ogen ziet. Adembenemend. Hoe slecht mensen zijn. Zoiets simpels als de 10 geboden. Heel eenvoudig. En mensen die... Ik hoorde het gisteravond weer van... Ik gebruik de Bijbel als toiletpapier. Of nee, hij kende iemand die de Bijbel als toiletpapier had gebruikt. Ja. Of opgerookt. Er waren van die dunne blaadjes. Nee, had allemaal jointjes van gedraaid. Zoiets. Ja, waar denk je dat je een grapje over maakt? Ehol. Want laten we het daar eens over hebben. Aan het begin van onze jaartelling circuleerden er geschriften. Handgeschreven geschriften. Dat was nog voor de boekdrukkunst. En die geschriften die begonnen verspreid te worden vanuit Jeruzalem. En spraken van de mens. Ze noemden hem niet eens bij naam. Als ik het goed heb begrepen. Het was de mens die God was, of vice versa. Het was de zoon van God. Het was iemand en die had zichzelf opgeofferd als een lam. Hij was de invulling van de wet en de profeten. Oftewel het Oude Testament. Zo is het begonnen. En dat is overgenomen. Die Romeinen, dat is Babylon, die had er een pesthekel aan. En in eerste instantie hebben ze ons vervolgd, met geweld bestreden. En toen dat niet hielp, toen hebben ze het overgenomen. En kerken gesticht in hun naam. En hun naam is het mysterieuze Babylon. Mystery Babylon. De moeder der hoeren. En dat manifesteert zich momenteel heel duidelijk. Ze hebben geprobeerd om de aandacht af te wenden met websites zoals Alex Jones at prisonwars.com en Jeff Ramsey van ramsey.com en nog wel meer. Voor ons christenen is het duidelijk wat hier aan de hand is. Het beest is opgestaan. Onder de mensen. Uit de zee. Het zat eraan te komen. En het was al een hele tijd bezig. En vroeger. Ja, hadden wij dat niet in de gaten. Konden we het niet in de gaten hebben. Maar die tijd is voorbij. Wij kunnen het nu weten. Wij kunnen weten dat wat in de Bijbel staat, dat is het verhaal van de mensheid. Die oude geschriften, op basis die ze overgenomen hebben met het concilie van Nicea en in het Latijn hebben vertaald, die oorspronkelijke geschriften, zijn er nog steeds. En in het jaar 1611
zijn die oorspronkelijke geschriften opnieuw vertaald in het Engels. De Bijbel is een uitermate zorgvuldig samengesteld boek. En daar mag geen jota aan worden toegevoegd en geen jota worden afgenomen. Want dan ben je hem kwijt. Net als met een piano, dan moet je ook niet achteraf nog een... ik doe er een kwarttoon tussen. Ja, moet je die hele piano gaan verbouwen? Of, ik vind die vies, is nergens voor nodig. Die haal ik eruit. Ja, dan maak je die piano kapot. En jullie weten nu dat de Bijbel is helemaal logisch onderbouwd. Het is het oudste boek. Het is het meest bediscussieerde boek. Het is het meest vertaalde boek. Ik heb hier een Koran in huis. En die is net zo dik als mijn Bijbel. Het zijn wel gewoon normale pagina's. Mijn Bijbel, dat zijn van die hele dunne blaadjes. Dat moet ook wel. Zoveel pagina's. Hartstikke bedankt aan jullie om hiernaar te hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie je Bijbel gaan lezen. Of je Bijbel gaan respecteren. Doe respect is opnieuw bezien. Spectre is zien. En respectre is herzien. Pak nog eens een pagina open. Hè? Doe het maar gewoon op zijn I Ching's. Doe je gewoon ergens open. En dan kijk je wat er staat. Wel goed opletten dat het Oude Testament een stuk dikker is dan het Nieuwe Testament. Dus als je zomaar een pagina pakt, beland je waarschijnlijk in het Oude Testament. Ja, je kan ook zomaar een pagina pakken uit het Nieuwe Testament. Wanneer is het Nieuwe Testament, maak je dan? En dan doe je gewoon, dan pak je maar een pagina. En dan heb je de eerste brief aan de Korintiërs bijvoorbeeld. En lees dat eens. De tweede brief aan de Korintiërs. Lees eens van Handelingen. Wat is er eigenlijk gebeurd bij die Handelingen? Hoezo konden mensen plotseling mekander verstaan? En spraken ze alle talen? Oh, zo'n mooi boek, de Bijbel. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers, zag ik tjus. En dag lieverds.